Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat jullie er weer zijn en we gaan lekker samen muziek maken. Laten we gelijk beginnen. Welkom, welkom, welkom iedereen. Doe je met ons mee, we beginnen zo meteen. Welkom, welkom, fijn dat jij er bent. Zing gezellig mee als jij dit liedje kent. We hebben het al gehad over emoties. Emoties zijn hoe je je kan voelen. Dus ben je blij of ben je verdrietig of ben je misschien wel boos. En we gingen ook luisteren naar hoe dat dan in muziek klinkt. Vandaag gaan we een zo'n emotie eens even behandelen. En ik denk dat dit liedje al wel een beetje verklapt over welke emotie het gaat. Als je blij bent en je weet het, klapt dan mee. Als je blij bent. Als je blij bent kun je springen, als je blij bent en je weet het, klap dan mee. Oké, ik kom er even lekker bij staan. Want de volgende is, als je blij bent en je weet het, spring dan mee. Als je blij bent en je weet het, spring dan mee. Als je blij bent kun je zingen, als je blij bent kun je springen, als je blij bent en je weet het, spring dan mee. Zo. En deze, als je blij bent. Dans dan mee. Als je blij bent en je weet het, dans dan mee. Als je blij bent kun je zingen. Als je blij bent kun je springen. Als je blij bent en je weet het, dans dan mee. Als ik denk aan blij zijn, en dan is er eigenlijk maar één liedje waar ik gelijk aan moest denken en waar ik altijd blij van word. Kennen jullie vast wel. Ik word hier dus zo blij van. Ook al ken ik het liedje eigenlijk al heel lang. Altijd als ik hem hoor. Zie je gelijk mijn glimlach. Kan ik het eigenlijk niet helemaal inhouden om lekker een beetje te gaan dansen. Daar gaan we vandaag mee aan de slag. We gaan daarbij verschillende ritmes spelen. We gaan eens kijken of het ons lukt om dat door elkaar te doen. Dus ik doe twee ritmes en jullie doen daar ook één. Laten we eens kijken. We beginnen met een klapje. Het klapje zit best wel een beetje duidelijk in de muziek. Die gaat namelijk als volgt. Klap, klap, klap. Klap, klap. Doe maar eens mee. Dus twee korte klapjes en wat langere. 1, 2... Kijken of dat ons lukt met de muziek. We doen twee refreintjes achter elkaar, dus hou vol. Ritme heb je even wat nodig. We hebben op school gebruiken we vaak schudeitjes. Nou liggen die van mij dus nog op school. Dus ja, daar hebben we dan weer helemaal niks aan. Maar ja,
Dus jullie zijn waarschijnlijk ook thuis. En heb je ze misschien ook niet. Nou, ik heb gevonden, ik heb zo'n beker. Die kan ik dicht doen, zie je dat. En heb ik wat rijst ingedaan. En dat is eigenlijk hetzelfde effect. Wat we daarmee doen is proberen in de maat heen en weer te gaan. Proberen mee te doen. Als je natuurlijk nu altijd moet vinden, dat snap ik natuurlijk. Hè. Zet je gewoon even lekker op pauze. Probeer je snel wat even uit de keuken te pakken. En dan kom je daarna gewoon weer terug en zet je hem weer verder. Ja? Dus als je hem hebt, doe lekker mee. Daar gaan we. 1, 2. Met muziek proberen. En blijf goed in de maat. Hè? Dus het verschil tussen. Of. 1, 2. In de maat. Hoor je dat ik in de maat blijf? Kijk of dat jou ook lukt. Als laatste hebben we een beetje het wat stoerdere kant van het ritme nodig, wat vaak in de drum zit. Bij dit liedje gaan we het volgende doen. Lekker op je tafel. Dus je hebt weer één klapje en dan twee. Kijk of je mee kan doen. 1, 2. Oké dan, eens kijken of dat ons lukt met muziek. Maak het een beetje moeilijker. We hebben nu 3 ritmes geleerd. Ik laat ze zo meteen alle 3 tegelijk in beeld zien. Jij kiest eruit welke je mee gaat doen. Dus doe je de tafels mee. Doe je de shaker mee. Of doe je het klapje mee. Het leukste is natuurlijk als je hem nou een paar keer doet. Dus als je hem dan weer een terugstukje terugzet. En je kijkt of je ze uiteindelijk alle 3 een keertje mee kan doen. Terwijl je dus al die andere ritmes er doorheen hoort. Succes!
We waren natuurlijk ook bezig met een liedje over waar je blij van kan worden. Als je namelijk denkt aan alle dingen waar je blij van wordt. Hadden we al best wel een stukje hard geoefend. Vandaag komt er één nieuw stukje bij. Zing alvast stukjes mee die je heel goed kent van de vorige keren. En de nieuwe stukjes, je kan het misschien aan de plaatjes al een beetje zien en proberen mee te doen. Daar gaan we. Regen op rozen en slagroom op soezen. Fluitende ketels en spinnende poezen. Bruine pakketjes met stempels en touw. Dat zijn de dingen waar ik zo van hou. Komt een nieuwe. Melkwitte ponies en mokkage pakjes. Knikkers en klokken en kerstmis met pakjes. Zwanen die zweven door eindeloos blauw. Dat zijn de dingen waar ik zo van hou. Als de hond blaft, als de bij steekt, zijn ze boos op mij. Dan denk ik aan alles waar ik zo van hou. En ben ik meteen weer blij. Weer een nieuw stukje erbij. Ik ben benieuwd of we dat ook nog helemaal ingestudeerd gaan krijgen. Voor nu een hele fijne dag verder en ik zie jullie de volgende keer weer.